Hallo allemaal, welkom terug bij DLC 8. 7. 8 of 7? 1 van de 2. Ik weet het niet. Maar welkom terug en laten we verder gaan. Want we gaan naar de Dark Temple. Dan lopen een paar lijpen. En spring. En helaas moeten we er naartoe vliegen, want ik heb dat pad nog niet ontdekt. Kijk, dat zit in dat onbekende gebied. Anders had ik geteleport. Piept. Maar dat ging niet, dus daar moeten we wachten. Zo, de tijd weer starten. Oh, het is alweer 6:30 s'avonds. Ik ga even, wat gaat de tijd toch hard. Soepie was lekker. Beetje te pittig. Ik heb er 3 Spaanse rode pepers in gedaan. Nu doe ik er 2 in. Ik denk nu 3. Maar het was een beetje pittig, maar wel lekker. Meteen even een douche genomen. Yep. Dus ik ben weer helemaal klaar voor vandaag. Ja, net gevreden met die vrouw wiens man ik net heb vermoord, dus ja, zweten, ik denk wel even douchen. Op een onbewoond eiland. Ik moet eerlijk zeggen hoor, die muziek van de jaren van vroeger was veel beter, jaren 70. Dus, nou, ik was toen nog niet geboren, 60 jaren. Dat is al goed muziek, 70 jaren, 80 jaren, 90. En nu? Bagger. Er zit totaal geen gevoel meer in de muziek. Het is onpersoonlijk. Het is... Nee. Zegt iemand die luistert naar death metal en weet ik veel wat allemaal. Maar goed, dat is wat anders. Nee! Nee. Ja, dat is een beetje de groep Doe Maar. Drukwerk. Niet die maand alsjeblieft. De Dijk. Nee, rot op. Ik weet dat ik verkeerd ben gegaan. Niet zo'n beetje ook. Ah. Wat jullie willen, maakt mij niet uit. Ik heb jullie niet nodig. Ik maak jullie alleen nodig als ik jullie nodig heb. Jullie kan misbruiken. Dat soort dingen. Dan gaan we nou niet lastig vallen. Want daar heb ik totaal geen zin. Ik ben niet verkeerd gegaan. Ik moet hier naar binnen. Ik zie een stem. Hij staat op weg. Wat mooi. Wacht even. Ik moest hier toch naar binnen? Ja. Nee, oké, dan is het goed. Dan gaan we door die gek weer. Ik loop toch op het pad? Nee, dat niet. Oké. Okay. Sorry. Oh god, het is dat pad daarboven. Oké. Okay. Squeeze the wind. Squeeze the ball. Oké. Spring. Woep. Niet nodig, maar ik vind het leuk. En spring. Woep. Kijk, schier, hoef je niet boven te lopen. Hey. Vette, waar ben je? Ah, daar ben je. Hallo. Welke kant zullen we nemen? Die kant. Ja, ik kan van die kant ook weer gewoon deze kant op. Oh, je moet het ook, want ik heb daar wat op te pakken. Hallucinating Trooper! Ja, wat je ziet, ik ben het niet echt. Ik ben slechts een illusie. Nee, niet. Dan moet je geen paddenstoel eten. Die is paranoid. Ja, dat krijg je er vanzelf wel van, hè, als je die troep gebruikt.
Psycho killer. Qu'est-ce qu'il sait? Na 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 na. Er moet hier nog veel meer spullen liggen die ik kan oppakken. Even de minimap in de gaten houden. Ja, dan hebben we het volgende. Hier ook. Dat moet je allemaal oppakken. Dat heb je weer nodig om spullen te maken zodat je je companions naar het werk kan zetten. Maar daar heb je zo ongelooflijk veel van nodig. Dus ik ga altijd eerst even inzamelactie houden. En dan. Ik hoef niet op de map te kijken. Ik heb de minimap. Yep. Jip, 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 jip. Bijna, 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 bijna. Oh, hallo. Wil je niet iemand aanvallen die met zijn neus op de minimap is aan het kijken? Dat is niet, eerlijk. Dat is oneerlijk. En waarom heb je eigenlijk twee en ik maar één? Omdat ik een andere klas zit. Oh, is dat zo? Ja. Nou, die juggernaut moet ook worden. Nee, ik ben, zeg ik dat goed? Vette wil met me praten. Nou, wow. Holy moly. Je bent vroeg bij, dame. Ja, ik bedoel met dat ze wil praten. Normaal duurt het langer. Ik zie ineens dat spreekdingetje bij de... Dat is op de kleek. Maar je zou even moeten wachten, maar ik heb nog geen ruimteschip. Ik kan ook wel in een kantine of zo, maar. Nee, ik wil jullie niet aanvallen. Nee. Kom op, hier. En dan daar. Hier moet ook nog wezen. Waarom staan er zoveel? Ik moet met de minimap in de gaten houden. Nee, niks meer. Ik zou zweren dat er hier altijd veel meer was. Veel meer. Wat? Weer een hallucinating. Je weet dat het niet goed voor je is, hè? Geestverruimende middel, dan moet je niet gebruiken. Stomste wat je kunt doen. Ja, ik ben al mijn hele leven anti-drugs. Soft of hard, maakt me niet uit. Ik vind het allemaal troep binden en het mag voor mij vernietigd worden en nooit meer uitgevonden worden. Van al die klote junks ben je er meteen af. Oh, heerlijk. Die haslucht. Oh. Bruch. Even kijken. Je hoort de laatste tijd niet eens meer op het nieuws dat een toerist uit het raam is gesprongen omdat hij paddo's heeft gevreten. Dat was een paar jaar geleden. Was dat wel anders? Hallo, je ziet me toch niet? Oh ja hoor, pak wat je wil. Pak wat je wil. Jouw geld komt bij mij, dus pak wat je wil. Ik zal nooit zeggen dat je geen geld mag pakken van een ander. Nooit. Hey, ben je niet meer onder mijn protectie? Wat? Nobody better mess with us now. Ik wil je even selecteren. Ja. Hallo. Oh, ik heb je. Oké. Bloop. Escape. Dank u. Du. Nou, over die banken zijn we een beetje dood gehad. Thank you.
En als je je afvraagt waarom heb je af en toe een groen licht, groen gordijn, whatever. Dat betekent dat als je daarin gaat, ben je alleen. En dan kunnen andere spelers kunnen er niet bij mensen in je groep zitten. En dan moeten ze van dezelfde klasse zijn. Is je rood, kan ik er niet in. En kunnen die anderen kunnen er weer wel in. Zo werkt dat. Hallo! Possessed heavy metal. Oh nee, jij het roepen. Sorry. Zo, Doom vind ik ook zo'n heerlijk spel om te spelen. Doom 2016, je hebt zo die Doom trekken. Dat is zo lekker metal. Oh, fantastisch. De nieuwste Doom speel ik niet. Ik heb al op Facebook ooit een bericht geplaatst waarom niet. En de reden daarvan is... Hallo, Gik. Het heeft allemaal te maken met de programma wat je schijf wordt geïnstalleerd. Alles wordt op de A-kernel gezet. Dat betekent dat hij heeft inzicht op alles wat op je computer staat. En daar ben ik het niet mee eens. Ik heb niks te verbergen, maar het gaat niemand wat aan wat op mijn computer staat. Want ze kunnen advertenties voor je ervan maken en dat soort dingen. Nee, dat wil ik niet hebben. Kom op, use your power. Use the power, Luke. Recover refetjes components. Oh, dan komen die gasten zo meteen. Ja, ik weet het alweer. La 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 la. Nou, moeten we ze wel aanvallen. La 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 la. Want die gasten hebben die dingen die we nodig hebben. Ja, la la la. Oh, dat licht blauw was. Ik kon aanraken. Maar niet. La 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 la. Er liggen nog steeds geen dingen die ik kan oppakken. Ah, laten we met jou beginnen. Je staat er toch zo lief bij. Gaan we niet wurgen, hè? Dat kan ik niet bij je terug doen. Dus ik moet nog even wachten. Dankjewel. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Nee, jij hebt er geen één. Oké. Nou. Of het loopt voor totaal de verkeerde te killen, dat kan ook. Maar ik dacht dat je deze kon killen ervoor ook. Ja, zie je wel, geel. Padoem. 1 van 4. Oh, kijk, dat bedoel ik. Ik denk steeds een groen gordijn. Want ik moet, als ik eruit stap, dan wordt hij rood, maar het is... Verder op. Mensen, stop nou eens met lastigvallen. Ik moet al steeds mijn wekker weg. 17 minuten. Hallo, Citadel. Medezit. Sorry dat ik je dood heb maken, maar je bent possessed. Dus een gevaar. Dan ga me niet wurgen, alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb die skill nog niet, dus ik kan het niet terug doen. En jij zal er geen één nemen. Weet je wat, een wurgertje. Ik maak je jou niet dood, pak je die groep, want dan heb je meteen meer kans. Confused Explorer. Dat moet internet wijzen. Van Microsoft. Dat is een Confused Explorer. En een Possessed Explorer. Dat is 1. Kom op mensen. 2. Nog eentje. Ik gebruik geen Internet Explorer van Microsoft. Ik heb trouw aan Google. En ik blijf trouw aan Google. En anders Chromium. En dat is hetzelfde als Google. Alleen dat voor de laptop. Ja, ik heb een hele oude laptop. Bing! Een Possessed Assault Trooper. Nou. Even een beetje intimideren, zo. Oh, je kan op mijn compagnie schieten wat je wil. Je kunt het toen niet raken. Ik heb eronder mijn shield, dus pech voor jou. Oh, ben ik gemeen, hè? Loop je kruiden verschiet op iets wat afgeketst. Hé? Ja.
Hier, alsjeblieft. En geef me je geld. 58 credits en 37 credits. Ze verkopen niet, jullie verdienen niet veel, moet ik eerlijk zeggen. Zo, complete components. Sorry, ik ben je net tevoren geweest. Sorry. Ah, dat vind ik wel zo'n kutklasse die daar met het grote geweer loopt. Oh. Heb je echt twee handen? Ik heb het idee van na twee keer schieten, zijn je armen moe? Oh, wie? Wie? Mijn companion stunt je wel hoor, geen probleem, ouwe. Je kan aanvallen wat je wil, je gaat toch wel dood. Ik wil even intimideren. Bruh. Juist. Het trekt altijd een aardig procent van hun HP weg. Huppatee. Mappio. We moeten daarheen. Ik vind het zo verwarrend dat groene daar. Maar het is hier helemaal groen. Dus je kan niet zien of het je groene licht is. Of dat het de kleur is. Ik dacht dat het wat schinnen ging. Ik moet wel die hebben. Nou, dat wordt vechten. Of was dat met de zit? Ik zie niemand staan, dus... Oh, jawel, dat is het vechten. Hallo! Those pieces you took from my minions belong to me. No. They will enable me to exact my revenge on Lord Partial. No. I am Lord Vacuous. Fine. The conqueror of Begeddon. Ik heb al eerder een lord gekilled. No. Hey, vette proefs. I choose Burn. Die at the hands of Vacuous. Vette proefs? Wauw. Ik wou net zeggen, sorry vet. Maar het was niet eens nodig, joh. Jongen, vet. Word je ook een beetje dark-hearted, dat zie ik. Maar ik even Buffy geven. Badoem. Even van de ding afstappen, want ik hou niet van dat ik op een hoge moet vechten. Goed gedaan, vet. Dat zijn die ene gasten die zijn nek omgedraaid. Ik ben trots op je! Jason! Duurt nog lang. Nog... 34 levels. Zo, die gek ook zijn nek omgedraaid. Moet hier rijden. Nou, kom op met dat masker. Oeh, dat zal... Ik zal ook eens een keer beginnen met... Laat maar. Ik was al te laat met... Met de print screen thumbnail. Ik was al te laat. Ik wou doen als je dat gemasker zo had. Maar ja. Je bent te laat. Dat gaat niet. Ik weet het niet, maar er lag in die hoek volgens mij altijd dingen die je kon scannen. Maar volgens mij hebben ze dat verlaagd. Want... Normaal, als je er buiten liep, ook je bleef scannen. Oh, we moeten naar Barras. Ja. Bartje, kom maar aan.
Ik weet bij God niet meer welke man, maar ik weet dat dit jaar het 8e jaar is dat ik gestopt ben met roken. Ik weet alleen niet meer welke man dat was. Maar het is nu wel 8 jaar geleden. En zonder problemen. Ik rookte al niet veel. Ik geloof dat ik 3 peuken per dag rookte en alleen op mijn werk. Thuis rookte ik helemaal niet. Want achter de computer heb ik geen tijd om te roken, omdat ik de keyboard speel, dus ja. Easy as ABC. Ja, dus pas maar op. Ja. Ja, heb je dan hier naartoe gestuurd, eikel? Hier, pak aan. Er kan een deukje in zitten omdat ik hem beschadigd heb omdat ik gevocht heb. Kijk toch niet. Ja, shut up. Yes, the Ravager has seized his mind. Excellent. In his condition, you don't have long before the ordeal liquefies all brain matter. Ja, zet hem, maakt me niet uit. Rode punten, rode proeven. Ja, maar als je blijft de hele tijd bla 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 doen, hè, ga meteen aan de bak. Net als dat me eerder naartoe gestuurd. Hè? Republic swine. Possible imperial spy on Nar Shaddaa. Commissioned by Jedi Council, acting on some sort of fit out is Master Nomen Carr. Need need lul hat tap 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 tap. One of your enemies, I take it. My oldest enemy. What up? Maar je verdoet je tijd. How did Nomen Carr come to suspect my spy on Nar Shaddaa? Een padawan. What alerted you? Padawan! Master Nomen Carr has a new padawan. She seems to know any being's true nature. She senses hidden darkness and untapped purity. Astonishing. Even denken, wordt dat een companion voor mij? The force granting such a gift. Tell me, how does her power work? All I know is when Master Nomen Carr brought her to Nar Shaddaa, this Padawan says darkness in your sky. Kijk, dan krijgen wij een Padawan. We hebben al een Padawan. Nee, nee, een Twi'lek. Oh nee, wacht, een leerling van die andere partij, die worden Padawans genoemd. Auw. Padawan. That is what the Jedi call their training. Trainees, ja. It means she is not yet a Jedi. Nee. If this young Padawan can see through deception and disguise with such little effort, nee, je wordt gecompagneerd van. Je moet wel met de vechten. Continue, Republic dog. Republic scum. Believes his Padawan's ability is foolproof. The Jedi Council is skeptical. I was to provide the proof, but I wasn't able to report my findings. What is your name? We have to kill this Jedi in training. Yes, my apprentice. Such a threat must not wander the galaxy. Vraag naar de naam, maar dat doet het te laat, want dan valt hij, gaat hij net dood. Kijk. Tell me everything you know about her. She was found on Alderaan. Her power first emerged training on Tatooine. Ik ga mijn vliegel de schotel krijgen. Mijn ruimte schiet. Yay! Is she human or one of the Jedi's cursed aliens? Where can I find her? What is her name? I have nothing. Nothing more. Haal die masker van zijn gezicht, kan je hem bij de volgende gebruiken. Hey. This is all we have to go on.
rescued random pieces within the greater galaxy where Noman Carr and his Padawan have been. It's a start, Master. That device did the trick. You are correct. We now have leads. Oh, shoot! Dat wou ik eigenlijk niet zeggen, maar... And this Padawan and her unprecedented power threaten everything I have achieved. Is dat als je moet poepen, dat je dat dingetje omhoog ding... Nou, geef hem een schip nou, maar kom op. Then I burned it. This is long overdue, Barris. I'm the one who dictates the timing of such things. I must ponder our next move. Waste no time. Get your starship in my hand. Yeah, let's go before he tells me to clean all this up. Oh, hier moet ik niet even. Oh nee, doe deze maar. Die is veel beter. Oh. Oh nee, die is niet beter. Oh, ik zou eigenlijk die... Oh, dat nog steeds... Jullie houden die flashpoint te goed. Ik vergeet het steeds. Maar moeten wij naar de Warrior Hanger? Ja. Shoot. Anders zit ik meteen aan mijn vliegtuig en dan mijn dingetje verschoten. Want het kan. Dan klik je op deze, dan klik je op deze. Maar dat kan ook niet. Want ik, oh, daarom. Ik heb nog geen ruimteschip. Daar gaan we nu naartoe. Hierheen. Geen skills. Nee. Oké. Dat is maar level 17. Mooi. Nu begint mijn quest eigenlijk voor Jason Wilson. Zodra ik mijn ruimteschip heb. Mijn kanjer. The one whom I'm going to marry. Because he's even so dark-hearted as me. Ah, voor 99,9999%. Er is één dingetje, daar kan ze wel eens boos worden als je het verkeerd ziet. Je kan het ook heel makkelijk weten, want als je... Sorry. Hallo. Verder. Je hebt hier de likes en hier de dislikes. En ieder companion heeft weer een andere, dus het denk niet slim te zijn van, het is die hebben het, ze hebben het allemaal. Nee! Er zijn maar weinig companions die willen dat je slecht doet. Er zijn er geloof ik maar twee, van wat ik gespeeld heb, de companions. Dat is Jaysa en dat is, hoe heet ze ook alweer, Kallio. Die genieten er echt van. Maar Jaysa is echt de nummer 1 aan... want die... je moet bij haar de darkness aanboederen. Daarom moet je met de vechten heen. Dan moet je heel streng tegen te zijn. En maak er gebruik van. En dan maak ze er gebruik van en dan versla je. Want je moet met de vechten. Maar daarvoor heb je al een epic battle met de master. En zometeen ga ik bijvoorbeeld dingen goed doen. Familie van haar zal ik niet doodmaken. Absoluut niet. Ook al kost me dat witte punten. Waarom niet? Het wordt tegen je gebruikt. Want het zegt ze ook van, maar je hebt mijn ouders laten leven terwijl je de kans hebt om ze dood te maken. En dan komt ze al iets meer jouw kant op. Je moet met de vechten sowieso, dan kom je niet onderuit. Monument. Hoe heet dat daar? Spaceport Speeder. Yes. Ja, we kunnen zo babbelen. Vet. Moment. Dat is hier. Woepie. Nog even wachten.
dan gaat ze iets over het verleden vertellen, geloof ik. En je moet goed luisteren wat ze zegt, want op de deur komt ze meer met en dan gaat ze je een vragen stellen. En als je dan, oh, je hebt wel goed opgelet. Ik zal de volgende keer maar wat strenger zijn dan. Dan heeft ze het over twee zusters. En dan, nee, vette, je hebt maar één zuster. En dat wist ik, want die moeten we, daar krijg je een quest van haar, dat je de zuster moet gaan redden. Want zij heet ook geen Vette, maar ze heeft een heel andere naam. Mijn naam is Mef ontschoten, maar... waar is de ingang? Waar is de ingang? Waar? Oh, achter me. Maar goed. Geef niks. Oh, haha, jullie krijgen mijn ruimtesgedundie te zien. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in mijn volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken. Doei.